Wat heb je nodig? Paradijsfilets, oesterzwammen, prei, rode en gele kerstomaatjes, bladpeterselie, olijfolie en peper en zout. Leg de afgespoelde paradijsfilets op de snijplank. Leg er een gele en rode kerstomaat in en plooi de filets toe. Kruid ze met peper en zout. Je kan de filet samenhouden met een tandenstoker of een brochettenstok. Snijd de oesterzwammen en prei in reepjes. Leg ze op een vel zilverpapier. Hierop leg je de vis en voeg je een geurtje olijfolie toe. Bestrooi tenslotte met bladpeterselie en plooi het zilverpapier toe. Gaar deze papillot op de barbecue. Reken hiervoor op ongeveer 7 tot 12 minuten, afhankelijk van je barbecue. Dien de papillot meteen op. Tip: laat gare producten niet nodeloos op of naast de barbecue liggen. Dan worden ze een ideale voedingsbodem voor schadelijke bacteriën.